Medusa samen met The Good Boys, Piece of My Heart was dat. Volgende week, zaterdag, dan zijn we 16 maart, dan organiseert CSS Outdoor Living Nienhoven een nieuwe editie van Basket XL. En daarom staat nu de voorzitter Jan Benoot hier bij mij in de studio. Welkom Jan. Welkom. Ja, jullie Dank hebben u. Zo'n 270, of eigenlijk richting de 200 spelers, vertelde je mij daarnet. Ja, we hebben 170 spelers effectief in competitie, maar daarbovenop hebben we ook nog een recreatieve ploeg, ja. Als ook nog masters, wat dat maakt dat we ongeveer 200 spelende leden hebben. Kijk eens aan, verdeeld over meer dan 14 ploegen dus. Drie daarvan spelen in provinciale reeksen. Hoe moeilijk is het om dat allemaal in goede banen te leiden, Jan? Goh ja, een club leiden is een beetje een bedrijf leiden, zeg ik altijd. En er komt wel wat bij te kijken. Het gaat over een competitieve ploeg in elkaar boksen. Het gaat om over het coaches vinden. Het gaat om over zorgen dat alles financieel op orde is. Dus het heeft toch wel wat voeten in de aarde om zo een club te gaan leiden. Nee, daar twijfelt niemand aan, denk ik. Ja, de A-ploeg die staat momenteel op een 12e plaats van in totaal 14 ploegen. Met wel 1 of 2 wedstrijden minder gespeeld momenteel. Het is een beetje moeilijk. Het valt een beetje tegen. Maar tegenvallen, het is te zeggen, wat het er wel iets meer van verwacht. Ja, dat moet ik toegeven. Bijkomend hebben we ook besloten om volgend jaar de stap naar eerste provinciale niet meer te zetten. Dus we gaan niet meer inschrijven in eerste provinciale. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we eigenlijk, met wat we vandaag weten, geen competitiewaardige ploeg kunnen inschrijven. Oké, goed. Dus dit seizoen spelen jullie nu gewoon uit met de A-ploeg en daarna stopt het dan? Ja, dit seizoen spelen wij uit en volgend jaar gaan we kijken wat we kunnen doen met onze jeugd. Want ja, u zei het zelf hiernet dat we toch wel wat jeugd in de rang hebben. En we zien daar toch wel wat mogelijkheden om die gasten te gaan inschrijven om in onze seniorenploegen te gaan optreden. Ja, en dan is er ook nog de B- en de C-ploeg. C-ploeg doet het wel goed, heb ik gezien. Ja, de C-ploeg die doet het goed. Die hebben ambitie om terug naar derde provinciale te gaan. Gaat dat lukken? Het zal misschien net niet zijn. Maar dat zullen we binnen een paar maanden wel gaan weten. Het worden spannende weken, spannende maanden. Sowieso. Goed, ja. Basket XL dus volgende week, zaterdag. Waarom organiseren jullie dit precies, Jan? Wel, dat is nu denk 5 jaar dat we dit organiseren. En voor ons is eigenlijk het doel enerzijds basket ook een keer anders in het daglicht te gaan stellen dan puur en alleen die wedstrijden en die competitie. Ik wil Nienhoven ook wel laten weten dat dat er meer is dan voetbal en andere sporten. Er wordt ook gebasket in Nienhoven. Kijk eens aan, inderdaad. Ja. Het is de bedoeling dus om mensen die niets van basket kennen, om hen te laten kennismaken met de sport. Onder andere, maar het is ook zo dat we dit jaar starten vanaf 9 uur met onze jeugd. We willen die ook even laten genieten om op het grote veld, zoals wij dat noemen, te spelen. Wat het maakt dat wij ook wel vragen, laat een keer de ganse familie komen kijken naar de basket, om op die manier ook een keer kennis te maken met het basket. Niet alleen mensen die basket niet kennen, maar ook binnen de familie. Ja. Basket, de jeugd speelt het op een kleiner veld normaal gezien dan? Het is zo dat de zaal in 2 wordt gedeeld en dat we dus 2 velden kunnen installeren in de zaal. Maar onze seniorenploeg die speelt in het dwars, om het een beetje plastisch te gaan vertellen. Ja. En dat betekent dat we dus gans de zaal gebruiken. En dat is natuurlijk een andere beleving en we willen die jonge gasten ook een keer die beleving meegeven. Ah, ja, maar in principe is eigenlijk het speelveld is even groot voor iedereen. Ja, dat is even groot. En de ringen die hangen even hoog of nee. Die hangen lager? Tot 12 jaar hangen die lager en vanaf 14 jaar hangen die hoger. En ik denk vanaf 16 jaar wordt er met een grotere bal gespeeld. Kijk eens aan, dus er zit wel wat verschil op. Oké, goed. Volgende week dus Basket XL, wat mogen de mensen precies, de bezoekers, allemaal verwachten van jullie? Wel, we hebben een VIP-gedeelte. Hè. Daar gaan we de sponsors even toch wel in de watten leggen. Die mensen die ons steunen, gans het jaar door. Een beetje lekker eten, drinken, zoals dat gaat. Dan hebben we dus ook wel... we hebben ook een frituur, hamburgerkraam. Voor trucks. Geïnstalleerd. Als ook, is er ook een drankenstand binnen. De mensen gaan ook getrakteerd worden vanaf de senioren op cheerleaders, die ook een keer de komende dingen opluisteren. En er is ook een DJ aanwezig, dat is DJ Alar Ondaans, de winnaar van de DJ contest Nienhoven Carnaval. Ah, kijk eens. Dus ambiance zal sowieso verzekerd zijn. Oké, die cheerleaders, zijn die er altijd als jullie thuis spelen? Nee, dat doen we enkel nu.
Dat is enkel nu, dus nu of nooit, met andere woorden. Waar gaat het allemaal door? Ook heel belangrijk. Alles gaat door in de sporthal van Nienhoven, in de Parklaan, achter het zwembad. Dat is onze stek van altijd natuurlijk. Vaste stek, ja, dus ja. Voilà, ik kan niet missen. Vorig jaar hadden jullie een ledenstop ingelast, las ik. Is die nog steeds van kracht? Het seizoen is zo goed als ten einde. Wij denken al naar het komende seizoen. En er zitten dus toch wel al een aantal ploegen gewoon vol. Ja. Tot 12 jaar gaan we nog spelers kunnen toelaten, maar ook beperkt. En mijn inschatting is dat wij eind augustus al opnieuw een ledenstop gaan moeten invoeren. Ja. Dus als er volgende week mensen u aanspreken daarover, kunnen zij dan zich nog inschrijven? Of, Dit kan. Okay. Dit kan ook via de site of whatever. Ja, er zijn verschillende kanalen. Oké, super. Het is niet de eerste keer dus dat jullie Basket XL organiseren. Het is al de vijfde keer. Hè? Ja. Dus heb je al zie je een evolutie? Is er al... Evolutie in de zin van, er is wel wat meer interesse. En wat ik wil zien is dat, en dat is toch wel iets waar ik heel veel belang aan hecht, dat het clubgevoel daar toch wel sterk naar boven komt. Toen ik vorig jaar, en we hadden de tribune aan de achterkant van de zaal, volledig gevuld zag met al onze jeugdspelers die zeer enthousiast aan het meesupporteren waren met de ploegen. Dan zeg ik, ja, oké, hiervoor doen we het. Hè. Ja, één grote familie, basketfamilie. Ja. Ja, zo is het. Oké. En jij zelf bent eind vorig jaar ook in de prijzen gevallen, zo las ik, de sportkrachel. Ja. Vertel eens. Ja, ja. Ja vrijwilliger van het jaar ben ik genomineerd geweest en ook weerhouder geweest. Omwille van de jarenlange inzet die ik belangeloos doe voor de club. Ja. Hè, de dagen en de uren werken die ik erin steek. Werden op die manier toch wel een keer in de bloemetjes gezet. En dat deed deugd, veronderstel ik. Dat deed zeker deugd. Dat begrijp ik. Oké, Jan Benoot, heel erg bedankt voor je komst hier naar onze studio. En uiteraard volgende week heel veel succes met de Basket XL. Dank u wel.